Nou, er waren hier heel veel kistjes. Ik weet niet waar ze zijn. Oké, die wolf is weer afgetaaid. Goed zo. Heb je die wolf al weggejaagd? Ja, komt ie. Hoppa, daar legt ie. Ah, mooi. Ik heb geen kogel, ik heb geen veren meer. Ik bedoel, ik heb helemaal niks meer, geen pijlen meer. Nee, dat dacht ik al. Want je zei daarnet al dat je er niet zo gek veel meer had. Nee, ik moet even meer maken. En ik moet mijn handjes wassen. Ja, ik had hier een pijl heen geschoten die mis was, maar die kan ik dus niet meer vinden. Er is gewoon een beer hier omringd door 3 verschillende kippen. Ah, de kippenbeer. 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 Oh, hier is mijn pijl. Hoppa. Oké. Ben jij dat die daar loopt? Ja, dat ben ik, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja, oké. Nou, ik heb in ieder geval een wolf van het strand. Ah, mooi. Ik ga even mijn pijlen maken. Eerst even mijn handjes wassen. Voor mij gaat het dadelijk regenen als ik het zo eens bekijk. Dat is niet zo fijn. Dus het is maar goed dat we gisteren, of tenminste in-game dan gisteren, op de kat zijn gaan jagen. Want vandaag hadden we nog meer schade opgelopen, denk ik. Ja. Regen. Zal ik dat, ik zal die rack of ribs gewoon even in de frituur doen? Ja. Je moet hem gewoon door midden splitsen. Oh, oké. Dan krijg je gewoon twee biefstukken. Ja. Ja. Want daar kunnen we voorlopig nog niks mee. We hebben nog niet zo'n uitgebreide keukentje. Nee. Dan heb je een braadpan voor nodig en je moet die overbouwen. Maar elke maaltijd die je in die oven maakt, kost ook stroom en massa. Ah, ja. Ik heb altijd zelf zoiets van, ik ga daar pas aan beginnen als ik een paar zonnepanelen heb staan. Ja, yep, het gaat regenen. Ja, dat dacht ik al. Nou, ik ben blij dat we vandaag niet naar de katten zijn gegaan. Nee, die hoort niet daar. Dit. Nee, die ook niet. Dit en dit. En dan ja heb ik nodig. Ja. Spijkers heb ik nodig. En veren. Cool. Nog niet klaar. Oh, godsamme zeg. Even wat pijltjes maken. Pam 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 pam. Ik heb er nu nog 14, dus. Kijk, en af en toe moeten we wel een paar kippen schieten, want anders hebben we daar geen veren meer. Nee, precies. Nou, in ieder geval een kip erbij. Mooi. Bestje. Ik ga even die sinew wegleggen. Yes. Please. Wat moet ik met die antlers doen? Daar kun je lijm van maken als ik het goed had. Oh, oké. Duidelijk. Waarom is het zo nat hier buiten? Beetje koper. Dat heb ik helemaal niet om gevraagd. Nee, ik ook niet. Waar was ook weer dat... Oh, is het daar? Ik ga jouw kant op. Ja. Ik zie hier ook wat kistjes. En ik heb al koperets... geïnt. Mooi. Oeh, kijk eens even. En een pijl en een shotgun kogel. Hoppa. Fijn.
Ja, dat zijn de leuke. Dat het leuke zou zijn een kistje vol met 300 kogels. Dat zou fijn zijn. Nou, echt hè. Ja, maar dat wil je nog wel eens in de jagershut. Als je die kisten van hun dan op een gegeven moment gaat plunderen. Ja. Dan krijg je zoveel leuke dingen uit. Ook vaak een hoop kogels. Ja. Hallo. Ja. Maar ja, ik zeg het dan. De kisten staan er toch niet eerder voordat ze klaar zijn met bouwen. Nee. Dag, en je moet bescherming hebben. Ja, dat ook. Zoals een helm en een vest. Dat zal wel handig zijn, ja. Het zal fijn zijn om dat te hebben, inderdaad. Ja. Maar voorlopig moeten we even eerst wat meer... Oh, chips. Uh-oh. Wat was dat? Dat was een wolfje. Oh. Wolfje, weerwolfje. Ik kwam achter me aan, ik zag hem niet, ik hoorde hem niet. Nee, hij viel mij gewoon aan. Nee, dat is nu oppassen, hè. Met dit... Dit weer. Je hoort ze niet grommen, niks. Nee. Ik hoorde helemaal niks. Nee. Ik dacht, dat is het varkentje, maar nee, niet het varkentje. Nee, ik doe nou ook veel meer rustige lopen als het zo stormt. Dan ga ik niet meer rennen, alleen als het nodig is. En ik loop constant om me heen te kijken. Ja, ik zag hem niet. Hij zat altijd over de heuvel. Dus ja, en dan ga je er rennend in en dan bij de Sira. Ik was een kistje aan het pakken. Ik deed helemaal niks. Maak dat de hond maar eens wijs. Ja. Ben ik eigenlijk aan het bloeden? Heb ik pijn ergens? Wat is er aan de hand? Aan de overkant ook een wolf. En ja, ik vind het zo vervelend, want omdat het zo herrie is... ben je geneigd om harder te praten. Ja, dat ook. Ik zal proberen erop te letten. Ik weet dat daar een wolf zit. Ja. Dan gaan we daar maar niet heen. Nee. Maar ja, ik heb in ieder geval biefstukje erbij. Dus dat is wel ja, lekker. Ik heb er ook eentje in mijn inventaris en een kip. Maar hij had me wel geraakt eventjes. Ja, dat had ik gisteren met die kat ook. Die had dan nog even zijn nagels uitgezet. Ja. Hier nog een boom. Hoe zit het met mijn drinken? Kan ik al? Ik ga even mijn fles drinken en gelijk bijvullen. Dan heb ik helemaal paranoïde. Ik denk iedere keer dat er ergens een wolfje zit met te wachten. Ik kom achter jou aan, dat je niet denkt dadelijk hoor ik. Als je wat hoort, ben ik. Oké, mooi, gelukkig. Het is wel jammer dat je die jagers niet weg kunt krijgen. Ja. Het zou fijn zijn als je gewoon die jagers kon vermoorden en een kampvuur kon uitzetten, dan moesten ze echt anders gaan spawnen. Ja, je kampvuur kan je dan allemaal uitdoen en zo, maar ze komen echt volgende, minstens de eerste nacht, komen ze gewoon weer terug, helaas. Jammer. Oh, ik moet mijn handen even wassen. Handjes wassen. Dat heb ik erin gegooid. Ik gooi even twee besjes in de koelkast. We hebben al bijna 200 biobrandstof. Lekker. Ja. Is dat goed? Heel erg fijn. Heel erg fijn, oké. Mooi. Lekker. Kistje. En een varkentje.
Nog een kogeltje. Ja, mijn water is ook weer gekookt. Maar kogels in, tenminste. Hulzen en buskruid. Kistje. Ja, en we hebben, even kijken, iets van 70 biobrandstof ook nog in de kachel, hè? Ja. Ook nog? Oké, okay, ja, dat is lekker. Best wel veel brandstof inderdaad. Ja. Dan kunnen we lekker dat onze generator wel een tijdje van mee laten draaien. Ja. Nog een kistje. Hey, varkentje. Ik zit bij de verkeerde te kijken. Ik denk, waar komt daar geen stroom binnen? Oh, kijk eens even. Met deze storm verliezen we 0.11 aan de koelkast en er komt 0.12 binnen. Dus in principe met die storm hebben we genoeg aan deze stroom. Oh, lekker. Maar hij moet wel stormen. Ja, ik ben aan het kijken bij de jagers, dus ze zijn wel bezig met. Ze hebben één muur omhoog staan, ze hebben al een platform en ze hebben één muurtje aan staan. Kijk, oh, we hebben ook alweer 5 levens. Wauw. Ja, ik heb er nog eentje in mijn zak zitten hier nog. Dus, in mijn broekzak zit een lever. In je broekzak, wauw. Zo smaken ze. Ja, tja. Nou, ik zet dat ijzerding maar weer aan om ijzer om te smelten. Want... Oh, kistje. Ja, hier moet ik oppassen, want er zijn hier die bandieten ergens in de buurt. Ja. Alhoewel, ik kan gewoon naar huis rennen. Ja, hoor. Zat er al biobrandstof in de generator? Nee, ik ga die even bijzetten. De kampvuurtje zit hier ergens, toch? Oh nee, kampvuur is weg. Mooi. Die zit hier in ieder geval. Het hoeft niet weg te wezen, dus het kan ook door de regen uit zijn, hè? Oh ja, dat is waar. Ja, ik denk waarschuwen. Ja, dat is wel een goede waarschuwing inderdaad, ja. Ja. Voor het geval ik helemaal hun kamp in loop en dan gewoon hallo zeg tegen 4 andere gastjes met geweren. Juist. Precies. En pijlen. En die zeggen dan ook gewoon hallo. Hallo, terug. Bang. Bang, bang, bang. We kunnen weer even wat van die vuurblokken aan het maken, want we kregen zoveel van die vezels. Oh, jammer dat hier geen wolf op het strand ligt. Ik kon geen wolf ergens in de buurt van het huis vinden. Nee. Jammer. Ja, inderdaad. Of een beer, zou ook fijn zijn. Misschien moet ik een beer zo'n beer even dichterbij te brengen. Oh, ja. Heb ik wel genoeg pijlen? Het werkt hetzelfde als met de kat, hè? Schieten, ja. Rennen, schieten en rennen. Ja, die, hoeveel heeft zo'n kat ook weer? 120? Nee, een kat? Nee, een kat die heeft... 300 of zo. Nee, ik dacht 100... 220 volgens mij, 220. Want de ene beer heeft 180 en die andere is 240 en hij zit daar vaak tussenin, zeg maar. Dus aha. Dat zal 220 zijn, denk ik. Of, ja, zoiets. Oké. Okay. Het regent binnen. Oké, okay, niet meer. Okay, dat is okay. Wat had ik ook weer? Ik had heel veel vlees. En dan ben ik even in de koelkast doen. Ik moet jou even opeten. En dan doe ik je... Ja, ik heb wel biefstukken gebakken. Ik denk dat kan hem even... Gewoon even tegenaan, ja, een tijdje. Ja. Zo, nog kijken. Meer vet, nog meer biobrandstof. Ja, ik ben nog even wat van die blokken. Even kijken hoor. 1, 2, ik heb er nou 33 van die blokken. Mooi. Ga ik even kijken boven bij de plantjes. Ze zullen geen water nodig hebben, denk ik zomaar. Oh,
Maar ze zullen wel misschien nog een beetje as willen. Ho. Oh. Dan ga ik even het huisje hier wat groter maken. Ja, ik heb hier as in gedaan. Hier zit nog één keer katoen in. Oké. Hier drie katoen. Dat zijn er toch weer aardig wat, moet ik zeggen. Katoen hadden we. Ik kan wel alvast wat perretklot maken. Dat hebben we nodig dadelijk. Eens even kijken. Oh, en veren hebben we daarvoor nodig. Oké. Okay. Nou, ik heb er al 6 kunnen maken. Schild. En hoeveel hebben we nodig talig voor die helm? Ieder 4. Okay. Oh, dat valt best mee. Ja. We moeten ook wat meer inderdaad, want die lappen stof die gaan ook erg hard nu. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wij zetten boom. Mooi. Jou heb ik even nodig. Boop. Doe me jou even erbij. Nou, koper hebben we ook haast weer 200 op voorraad. Koper? Oké, okay, lekker. Ja. Ja. Oh, kijk eens even. Uitbouw. Ik moet wel even mijn geweer even... Shotgun. Ik moet eventjes... Oh, ik zie een wolfie. Oh. Waar ga jij heen? Sta jij eens even stil. Ja, ik zie hem niet, dus het wordt blind schieten. Oh, maar ik heb hem wel. Oh, rennen. Oh, of niet. Dat kan ook. Legt hij? Oh, daar. Oké. Okay. Ja. Kom maar bij ons. Nog een wolf? Nog één? Oh, nee, sorry. Ik dacht dat je nog eentje had gevonden. Nee. Maar ik heb helaas geen huid. Oh, daar komt de regen weer. Joepie. Ja, geweldig. Ik zie ook heel veel vogels. Op het trekken. Ik ga naar het zuiden. Zo. En ik heb nu een biefstuk en een lever. Oké. Okay. Oh, mooi. Ja. En 2 vet. Gooi er ook weer gelijk in. Ga ik ook maar even wat levens bakken. Zo. Dan doe ik jouw waterfles hier in de krat bij de deur. Ik hoor je alleen maar zagen en timmeren. Ja. En waar wilde je die toren bouwen? Wil je die hier zo bouwen? Ja, dit wordt de toren. Hier staat het grote vierkante vlak hier. Dus dan had je eigenlijk misschien beter ronde kunnen nemen. Of allemaal driehoekjes. Want als je allemaal driehoekjes krijgt, heb je ook een soort rondje op een gegeven moment. Dat is waar. Zal even over nadenken. Even kijken. Driehoekjes. En dan kan je misschien deze weer ergens anders gebruiken misschien. Ik weet niet hoor. Ik denk erover na. Goed idee. Ja, goed idee. Kijk maar. En als je 4 van die met die ronde hoeken neem ik ook een rondje natuurlijk. Ja. Dat proberen. Even proberen. Kijken of het lukt. Ja, ga maar gewoon kijken. Vermaak je eigen maar. Ja, dat doe ik wel zeker. Dat doe ik wel zeker. Laat ik even verder met koken. Dus even kijken. Als ik nou deze 2
Nee, ik heb hier nog 3 stukken konijn. Doen we dat eerst even. Oh, is de muur zijn allemaal beschadigd hier? Onze muren. En de vloer ja, hier buiten. Dat is van die ene aanval natuurlijk geweest. Ja. Ja, nog niet gejepanjeerd. Nee, nog niet. Ik ga jou even weghalen. Ik doe jou even hier neerzetten. Zal ik ondertussen nog even wat planken maken? Want ik heb er toch een heleboel hout in mijn inventaris. Dan halen we jou ook even weg. Zo, en dan maken we hier nog planken van. Nou, daar komen echt ontzettend veel planken aan dadelijk. Ja, mooi. Sowieso. 1, 2, 21. Kijk hoor. Nou, even opletten op mijn konijn. Ik heb al 3 stapels met planken, dus er zijn er al 21. Hoppa. Nee, ik wil daar toe. Zo, goed zo. We hebben nog meer. 3 en 3. Zo. Ik heb 25 touw gemaakt. Oh, jou ook even weg. Even vooruit. Dan kijken hoe we jou gaan plaatsen. Waar kunnen we jou in leggen? Nou, kom maar even daar neer dan. Pijnlijk. Oh, ik heb het koud. Ja. Zo, nou. Jou. Even kijken, hoe kunnen we jou het beste plaatsen? Heel even op de kaart kijken. Ja. Nou, aan de overkant ziet nog steeds. Oh, en langs de rivier ook nog. Dus ze zijn nog niet verplaatst. Dus we moeten nog heel even wachten. Toch wel, oké. Okay. Jou daar. Jou. Nog meer koken. Even kijken. Ja, ik doe nog 3 keer konijnenbout. Zo. Een beetje opwarmen. En dan even curved walls. Deze. Daar moeten we 2 van hebben. Dan moeten we even kijken hoe we daar een trapje kunnen maken. Oh, waar we net gelopen hebben langs dat riviertje waar we nog heen konden, daar zit nu ook een kamp. Oh ja, ik zie het. Oh, we hebben weer 3. En aan de andere zit er eentje weer bij die rivier daar zo. En ja. Oh, zo. Ik zie 4 kampen. 4? Ja. 2 aan onze kant en dan 2 naar het zuiden. Zuid en zuidoost. Dat is niet de afspraak. Spelen vals, Toet. Ja. Dan hoop ik dat die verderop ook bandieten zijn. Op ons strand, zeg maar. En dan zal waarschijnlijk een van die kampen zal dan wel Bravo zijn, denk ik. Maar dat wordt voor ons ook lastig met die katten jagen, als ze daar blijven zitten. Oh, ja, zeker. Tot op de route. Maar ik zie nog geen lampen. Ik zie 5 kampvuurtjes. 5? In totaal. Oh. Ja. Nou, dan zie je er alweer meer dan ik. 2 bij 5. Ons hier zo. Ja. Eentje bij de rivier, bij de 2. Oep, ik zie een blauw lampje bij... bij het meertje waar we waren, zie ik 6 kampvuren, sorry. 6? Ja. Doe even rustig. 2 bij ons, 2 bij het water daar, bij die riviertjes, die dubbele rivieren. Ja. Eentje bij het noorden van het berg. En eentje verder bij het, in het westen. Nou, leuk is dat. Nou, ik zie maar 4. Was maar zo'n feest. Ja.
En als ik die andere niet zie, dan heb ik een probleem met wandelen dadelijk. Ja. Maar ik wil de lampen zien. De lampen? Eén, ja, blauwe of groene. Oh, chips, ik ben gevallen. Oké, die verderop bij ons op het strand, dat is groen. Oké. Gelukkig. Dan die bij de rivier. Eens even kijken of ik dat kan zien. Als daar blauw zit, dan hebben we echt een mega probleem. Er zit daar wel een blauwe, ik zag hem wel. Nee, militant. Helaas, helaas. Ik zag wel een beetje blauw vuurtje daar zo. Ja, ik zie het. Oh, twee. Wat? Zie je bij het kampvuurtje bij de twee rivieren? Zie je dat ook blauw? Nee joh, ik zie dat niet joh. Oh. Oeh, ik zie twee. Ik zie twee blauwe vlammetjes. Wit blauwe dingetjes daar zo. Ik zie maar kapot te staren naar het scherm, maar ik zie het echt niet. De kleuren doof. Oké. Kleuren doof, ja. Ja. Dat kan, maar misschien heb je fout. Misschien zie ik gewoon dingen die niet zijn. Nou ja, ik geloof je echt wel. Maar ik vind het altijd gewoon prettig om zelf ook nog even... Die groene zag ik net wel, dus... Nou, nog eentje van jou maken en dan... Nou, ik kan wel blijven kijken, maar... Even kijken, die was leeg, ja. Twee curved ceiling, ja. En deze is ook een rauwe vis, ja, die doe ik dan even naar beneden. En dan dit gekookt en rauw. Oké, doe ik die rauwe vissen even naar beneden. Zo. Dan doe ik die nog even met z'n drieën in de kachel. Hallo. Ja. Ja, ik heb ons nog nooit zo ongunstig zien zitten hier zo. Nee. Wauw. Ja, we treffen het wat dat betreft weer niet hoor. Het is altijd weer ons hè. Ja. Ja, maar wat ik zei vorige keer al, in de vorige afleveringen zei, je kan gunstig zijn met je goederen, met je spullen die je vindt, maar dus minder gunstig met je jagers en bandieten. Ja. Nou, ik denk dat wij gewoon goed zitten met alles vinden, maar... Ja. Even kijken, ik moet ook wel groente eten. Ja. Een beetje water drinken. Gaan we die gelijk even bijvullen. Nou, je bent flink bezig. Zo, kijk eens even. Ik ben mijn dingetje aan het doen. Leuk. Ja, zet hem zo neer. Mooi zo. Ik heb nog twee. Ik heb één curved. Ja, maar jou heb ik nodig. Jij moet daar komen. Hier zo. Toch? Ja. Nee, niet daar. Sorry. Ik heb eerst jou nodig. Hou jou even weg. Tijdelijk. Ik heb 26 planken gemaakt. Ah, fijn. Dat dacht ik. Ik heb 6 pallets cloth. Gewatteerd leer, hoe je het noemen wil. Zo, die zijn alvast klaar voor als we nog iets meer katoen hebben. Heb ik nu alles? Ja, ik heb water. Oh, mijn tweede water moet nog eventjes koken.